Burgemeester Peter den Oudste is blij dat de Tweede Kamer gisteren heeft ingestemd met de fusie tussen de stad, Ten Boer en Haren. Vanaf 2006 zijn er gesprekken gevoerd over de herindeling in de provincie. Dat mondde onder meer uit in een advies om stad, Ten Boer, Haren en Meerstad samen te voegen tot één gemeente. Die gemeente moet werkelijkheid worden op 1 januari 2019. D66 Haren, het CDA in Haren en Gezond Verstand Haren en de actiegroep Burgercomité Haren hoopten nog op een andere uitslag. Tevergeefs, dat bleek gisteren. Ik vind dat het veel te lang geduurd heeft, dus ik ben op zichzelf heel positief dat het besluit nu echt genomen is. Ik vind het ook vertrouwenwekkend dat de Tweede Kamer de argumenten zodanig vonden dat ze in echt grote meerderheid hebben gezegd van dit moet nu doorgaan. Ik richt mij nu op het proberen de verhoudingen met Haren zo goed mogelijk zich te laten ontwikkelen. Ik heb altijd de strijd van Haren, van het actiecomité, ook van de meerderheid van de raad, echt gerespecteerd. Ik vind ook dat zij ook volst terecht hadden om hun argumenten naar voren te brengen. Nu het zo is gelopen, hoop ik ook dat we met elkaar kunnen optrekken om ook als de Eerste Kamer straks besloten heeft, het proces van herindelen en het één worden in de nieuwe gemeente zo goed mogelijk voor te bereiden. Het burgercomité Haren zei vorige week nog dat de stad de groene long tussen de stad en Haren meteen zou volbouwen. Den Oudste verweet het comité daarop demagogie. Dat vind ik nog steeds, maar tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed vanuit welke emotie men hun argumentatie heeft opgebouwd. En laten we nou echt proberen om niet al te veel in detail terug te kijken, maar om met elkaar een gezamenlijke toekomst te bouwen. Ik sta daar volledig open voor. Voor 1 januari 2019 moeten de drie ambtelijke organisaties omgevormd worden tot één geheel. Dat is iets minder ingewikkeld, want er is natuurlijk één heel groot ambtelijk apparaat met een paar duizend ambtenaren. En er zijn twee kleinere ambtelijke organisaties, waarvan één eigenlijk al vanuit de stad Groningen jarenlang geleid is. Het zijn ook Groningen ambtenaren die in Ten Boer zitten. En de ambtenaren in Haren, daar wordt op het ogenblik over gesproken, die zullen zo goed mogelijk een plek krijgen in de nieuwe organisatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat goed loopt. In november zijn er verkiezingen voor de nieuwe gezamenlijke gemeenteraad. Wat ik hoop is dat die verkiezingen ook echt inhoudsvol zijn en dat er heel veel mensen in november naar de stembus gaan. Dat is ook altijd een beetje het probleem. Hè? Dat zien we bij andere verkiezingen die niet op de normale verkiezingsdag plaatsvinden. Dan staat het aantal mensen wat echt gaat stemmen altijd een beetje onder druk. Ik denk dat het echt heel erg waardevol is als ook mensen van de huidige gemeente Ten Boer en de huidige gemeente Haren, maar ook van de huidige gemeente Groningen, zoveel mogelijk proberen invloed uit te oefenen op de samenstelling van de nieuwe raad.